Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een unboxing video voor jullie. Namelijk van mijn nieuwe laptop. Ik heb een nieuwe gaming laptop en die gaan we vandaag unboxen in deze video. Dus laten we snel beginnen. De laptop die ik heb is van HP Omen. Een merk wat iedereen denk ik wel kent. Ik heb in 2018? Ja, ik heb in 2018 twee keer samengewerkt met HP Omen. Eén keer bij de Dutch Comic Con en één keer bij de Omen... Hoe heette dat toen? Dat was een pop-up store in Utrecht en toen gingen we daar PUBG spelen in de store van Battleground heette het volgens mij. De HP Omen Battleground. En dat was super leuk. Ik zal nog even een foto hier in beeld zetten van toen was er super veel mensen waren op afgekomen. Toen was het echt een super leuke samenwerking. En HP heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten. Of ik zeg HP, maar ik bedoel eigenlijk Omen. Want dat is een beetje de game kant van HP. En ja, het heeft altijd gewoon in mijn achterhoofd blijven spelen van dat ik dat super leuk vond toen. Dus ja, ik was eigenlijk op zoek naar een nieuwe laptop. En toen dacht ik, weet je, ik ga HP gewoon weer eens een bericht sturen van hey, vinden jullie het leuk om samen te werken? En dat vonden ze, gelukkig. En toen hebben ze deze laptop opgestuurd. En deze ga je dus heel veel zien in mijn stream. Hij komt in mijn achtergrond te staan. En ook kan ik weer Lego streams doen en kookstreams. Dus daar beginnen we ook meteen mee op 1 september. Dan gaan we een taartje bakken, denk ik. Lijkt me leuk. En nou ja, laten we vooral beginnen met het uitbakken van deze doos. Nou, misschien is het handig dat ik vertel welke laptop erin zit. Dit is dus de HP Omen 16.1 gaming laptop. Omen bij HP laptop 16-C0100ND. De specs en zo zet ik sowieso ook in de beschrijving, als je dat allemaal wil zien. Maar laten we hem openmaken. Leuke angle zo, hè? Dat je mij ook mijn achterkant ziet. Kun je zien dat ik echt mens ben. Eventjes de beveiligingssticker eraf. Ik heb hem vandaag binnengekregen. Ik wilde eigenlijk meteen gaan simsen erop. Dus ik dacht meteen de unboxing video opnemen. Wacht, we hebben trouwens een vriendin. Ik ga even de vriendin laten zien van de show. Zien jullie haar? Oh, lig je met je kopie eroverheen. Hé, wat doe jij nou? Ben je geen vriendin? Nee, geen vriendin. Ik heb de bovenkant open, dus dan kan ik de doos openmaken. So excited hiervoor. Oh, haha, ik moet hem eigenlijk met jullie openmaken. Hè? Nu krijg ik de sneak peek. Tada! Dit ziet er gaaf uit. Het ziet er echt uit als een cadeautje. Oké, ik ga hem even uit de doos halen. Er zit echt een super mooie hoes omheen. Kijk, ziet het er chic uit. Kijk, ik weet, laptops zijn nooit de goedkoopste dingen om te kopen. Maar als je dan zo'n hele fancy doos krijgt met een chique hoes eromheen. Het geeft gewoon een stukje, ja, extra of zo. Ik vind het nu al helemaal geweldig. Nou, daar komt hij hoor, jongens. Oh. Wauw! Oh wauw, dit is een soort paarlemoer blauwe logo van Omen. Kennen jullie ook wel dat vierkant? Of ja, het is eigenlijk een ruit. Ik laat hem nog even dicht zitten, want er zit nog meer in de doos. Ik durf hem niet weg te leggen, te bang dat ik hem nu al kapot maak. Nee, geintje. Ik ga hem niet kapot maken. Nou, dit is de doos waar uiteraard de stekker en de oplader in zitten. Ja, heel belangrijk. Oh, dit ziet er mooi uit ook. Kijk, ik zal dit folietje er even afhalen. oplader. Zo chic heb ik hem nog niet eerder gezien. Dit is toch vet mooi. Ja, ik vind dit mooi. Dit is echt een chic, chic ding. Oh, wacht. Nog een hoesje wat eraf kan. Oh, satisfaction. Oké, ik zie nu hier een blaadje wat bovenop lag. Important product information. Misschien moet ik daar eens even mee beginnen. Kijk, tada. Omen. Oh ja. Hoe je hem moet... installatie-instructies. Opladen, aanzetten, selecteer het netwerkpictogram in de richting beneden. Ja, oké. Duidelijk. Om te wisselen tussen hybride en discreet. Oh, hybride gebruikt voor langere levensduur van de accu te bereiken bij het afspelen van media, productiviteitstaken en surfen op het internet. En als je bijvoorbeeld aan het, in je collegezaal zit of zo. En discreet wordt gebruikt bij het gamen, bij het creëren van media en grafisch intensieve taken. Dus dat zal ik het meest gebruiken, want ik zal het meeste erop gamen of editen of streamen. Dus dan kan ik het beste discreet gebruiken. In de Omen Gaming Hub. En dan kun je dus wisselen tussen hybride en discreet. Heel handig. Oké, hier staat een uitleg van wat alles is. Ik denk dat we lang genoeg gewacht hebben. Ik ga hem eens eventjes open doen. Dus dit is dat hij niet aan is. Open. Oké, daar gaat hij. Oh, wauw. Weer zo'n chic ding ertussen. Oh, dit is wel heel netjes. Oh, dan blijft het stofvrij. Misschien moet ik dat maar eens houden. Hè, Nagini? Blijft het kathaar vrij. Oh, wauw. Hier zit dus helemaal een box. Super groot pad ook. Een AMD zit erin. Ryzen 5000 serie 7. En het is 144 hertz. Dus dat vind ik echt heel chill. Dat kijkt zo lekker. Ik ga hier zoveel op zitten, jongens. Ik ben zo blij dat ik eindelijk weer een eigen laptop heb. Ik zat altijd op die van Nikki. Maar nu heb ik gewoon een eigen gaming laptop. Oh, ik ga met video's op Instagram en TikTok om jullie oren smijten hierop. Omdat ik nou heel veel kan editen. Gewoon lekker. Als ik op de bank zit en Nikki zit saaie series te kijken, kan ik lekker editen. Ja, ik vind hem... Als die uitstaat al prachtig. Maar ik ga hem even aansluiten. En we gaan hem gewoon instellen, toch? Want dat willen we. Willen we zien. We willen zien hoe die eruit ziet als die aanstaat. Oh, ik ben hier zo blij mee. Oh, je wilt niet weten hoe blij ik hiermee ben. We zijn naar beneden verhuisd. Maar de televisie staat hier aan. Dus ik wil niet te lang verhaal maken. We gaan hem aanzetten. En ik ga jullie even een timelapse meenemen. Met hoe we hem gaan installeren. Dus enjoy! Deze samenwerking zou niet zo leuk zijn zonder een kortingscode. Dus met de code Mathia krijg je €100 korting op alle Omen by HP 16-inch notebooks in de HP Store Nederland. Linkje staat in de beschrijving. Klik vooral even op de link om ook een kijkje te nemen tussen alle laptops. Ik heb er nu al 2 à 3 weken mee gewerkt en ik ben laaiend enthousiast. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there, glad that you asked me. Wil je ook kijken, Nagini, naar de nieuwe laptop? Schattig. Antennes voor draadloze communicatie. Dat zit dus hierin. 2 interne microfoons. Dat zit hier. Dus hier zie je 2 gaatjes zitten. Daar zitten dus de microfoons. Dan is 3 de camera, de webcam, is de aan- en uitknop. Die zit daar. Daar ga ik zo op drukken als die iets verder opgeladen is. 5 is de toetsrekenmachine. Oh, hier. Oh, dat is handig. Ik gebruik dus echt best vaak de rekenmachine optie van Windows. Hier zit dus een toets. Oh, dat zit in plaats van een numpad. Oh, wat handig. Dit is dus een rekenmachine toets. Ik wou net zeggen, ik zie hier een ruitje. Ik ben heel benieuwd wat dat voor toets is. Dit is de Omen toets. Nou, dit is de touchpad. 12. Oh, nu gaan we naar de zijkant. Doe ik hem even dicht. Nagini, hoe is het mogelijk? Je hebt er nu al een haar op zitten. Oké, dus hier heb je de netwerk. Netvoedingsconnector. Dan daarnaast is de RJ45 netwerkconnector. Dus dat is de internetkabel kan daarin. Dan hebben we daar een USB-poort. Daarnaast een dual mode DisplayPort connector. En een HDMI-poort. En dan hebben we 16 nog eens een USB type C-poort. En hier hebben we een combo aansluiting voor audio uit en audio in. Dus een hoofdtelefoon en microfoon. En een geheugenkaartlezer aan. Dat is echt voor mij als voor iemand die video edit is dat echt heel fijn om een SD-kaartlezer in je laptop geïntegreerd te hebben. Dat je dat niet extern nog hoeft. Dan hebben we aan de andere kant nog een ventilatieopening. En nog 2 USB-poorten. En hier hebben we nog helemaal aan de achterkant is ook helemaal ventilatie. Dus die daar moet je dus nooit, als je hem op schoot hebt, moet je zorgen dat dit open is. Zodat hij kan blijven ventileren. Dus dat is een beetje de tour van de laptop. Ik vind hem er heel mooi uitzien. Maar nu is het toch echt tijd om hem aan te zetten. En dat was de unboxing van mijn nieuwe Omen laptop. Wil jij hem ook? Check het linkje in de beschrijving. En ook alle specs heb ik in de beschrijving gezet. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.